Ik denk dat heel veel mensen vanochtend op een vreselijke manier wakker zijn geworden toen ze het nieuws vernamen uit Nieuw-Zeeland, waarbij een terrorist op klaarlichte dag een moskee binnenstormde rond het middaggebed en daar op weerloze moskeegangers schoot. Dat diezelfde terrorist even later is doorgereden naar een andere moskee om als een dwaas om zich heen te schieten. Een walgelijke, vreselijke, laffe terroristische daad, waarbij uiteindelijk 49 mensen zijn omgekomen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Wij als DENK zijn in gedachten bij de slachtoffers en de nabestaanden van die slachtoffers. En wij wensen hen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. En als teken van solidariteit hebben wij vandaag onze campagneactiviteiten stilgelegd. Wel zijn we in een aantal moskeeën geweest om met moskeegangers te praten over hun zorgen, over veiligheid, over de beveiliging van moskeeën, over het sentiment tegenover de islam en moslims in de afgelopen jaren. En die zorgen zijn zeer zeker aanwezig. Niet alleen vandaag of gisteren, ze spelen al een behoorlijke tijd. Een van de zaken die het meeste indruk op mij heeft gemaakt de afgelopen periode, was dat ik afgelopen week nog een imam sprak die mij vertelde tijdens de preek extra alert te zijn op bijvoorbeeld een man die binnen zou kunnen stormen met een kalasjnikov en een bloedbad zou kunnen aanrichten. Dit zijn verhalen die je hoort in Nederlandse moskeeën van Nederlandse moskeegangers. En dat is zorgelijk. Aan de andere kant heb ik gezien dat vandaag veel lokale autoriteiten een duidelijk signaal hebben afgegeven door een vlag half stok te hangen op hun stadhuis. Ik zie dat onze politieagenten zichtbaar aanwezig waren voor moskeeën om moskeegangers hun gevoel van veiligheid terug te geven. Ik zie dat heel veel mensen zich uit hebben gesproken tegenover deze walgelijke, vreselijke, terroristische daad. En dat geeft moed. Dat biedt hoop voor de toekomst. Het is belangrijk dat we kalm blijven in deze tijden. Het is belangrijk dat we eensgezind zijn tegenover terrorisme. En wanneer we dat vast kunnen houden, kunnen wij een vuist maken tegen terrorisme. Zodat dit soort aanslagen nooit meer kunnen plaatsvinden in de wereld, in Europa of in Nederland.